Welkom, kijkers bij Golfschool Geld op. Mijn naam is Mike Vieringen en leuk dat je weer kijkt op mijn YouTube-kanaal. Ben jij nog, nog niet geabonneerd? Druk even hier rechtboven op abonneren en vanaf nu zul je geen tip van de week meer missen. Uh, vandaag, in tip van de week. Wat is eigenlijk de correcte landingsgebied bij chippen? Als ik de vraag stel, we gaan chippen in de les, en ik stel mijn leerlingen de vraag: waar wil je de bal het liefst laten landen? Dan hoor ik van de tien mensen, acht keer, misschien wel negen keer, ja, zo dicht mogelijk bij de vlag, Mike. Dan denk ik altijd, ja, maar daar wil ik hem niet laten landen. Dan wil je hem tot stilstand krijgen. Dat is een andere gedachtegang. Als ik inderdaad nu erover nadenk en zeg, hé, hey, waar wil je de bal laten landen? En je zou ook denken, ik wil hem bij de vlag laten landen. Ja, zo dicht mogelijk, dan is de kans zeer groot dat die bal te ver doorrolt. Vandaar dat heel veel golvers een schuine club pakken om die rol minder te krijgen. Maar je kunt ook zeggen, ik laat de bal wat eerder landen en laat hem dan een stukje rollen. Want hoe schuiner de club, hoe meer loft, hoe meer hoogte ik erin breng, hoe lastiger het is om de bal te doseren qua snelheid. Dus, resumé. ik heb eigenlijk drie clubs waar ik het liefst mee chip. Ik heb een club die veel vliegt en weinig rolt, dat is mijn sandwich. Dan heb ik nog de 7, dat is een club die juist weinig vliegt en veel zal rollen. En dan heb ik de 9, die zit tussen die sandwich en die 7 in. En die is al een beetje 50-50. Half vlucht, half rol. En dan komt hij. Ik pas mijn clubkeuze aan op het landingsgebied wat ik wil spelen. En aangezien ik dus de bal in dit geval uh, veel green heb om mee te werken, zou mijn voorkeur nu een 7 zijn. Zodat ik de bal op de voorkant van de green kan laten landen. En het laatste stukje mooi kan laten rollen. Kijk de volgende keer op tv Golf en ga maar eens kijken wat ze aan hun pre-shot routine doen voordat ze een bal chippen. Je zult het volgende zien. Ze zullen waarschijnlijk, voordat ze de bal chippen, zullen ze eerst het landingsgebied inspecteren. Je ziet ze altijd naar voren lopen, let maar op. En dan zie je ze even kijken. En als daar dan een takje of een blaadje ligt, nou, hou dit punt maar in de gaten. Hier gaat die bal 100% landen. En je ziet zelfs sommige spelers passen tot aan de vlag. Meten, We willen eigenlijk precies weten wat de totale lengte is. Lopen dan terug en gaan dan kijken waar ligt die 1 derde, waar is half half en waar zal ik hem moeten landen als ik hem 2 derde wil laten vliegen. Nou, in dit geval, het eerste stukje vertrouw ik niet, maar ik zou het liefst dus de bal op de voorkant van de green laten landen. Ik heb net gemeten, dit is uh, 10 meter, een dikke 9, kleine 10 meter. Dus ik wil eigenlijk die bal iets meer dan 3 meter laten vliegen zodat hij die andere 6 meter mooi rolt. 3 meter ga ik aangeven door. En deze oefening wil ik eigenlijk aan jullie gaan geven. Uh, dit is dus uh, een kleine 10 meter. Ik loop dus 1, 2, 3 en een klein beetje naar voren. Hier zou ik dus het liefst die bal laten landen. Dan ga ik hier nu even een vierkantje neerleggen. En dit is dus eigenlijk mijn landingsgebied. En dan ga ik proberen met die 7. Want de 7 die heeft die balvlucht, balrolverhouding van. Eén derde vlucht, twee derde rol. Daar ga ik nou proberen die bal in te laten landen. Hij landde te vroeg, dus je ziet, hij heeft het niet gehaald. Dan zal hij te zacht. Als ik hem achter laat landen, zal hij waarschijnlijk wel te hard gaan. Maar als ik hem nou in het vierkantje laat landen, zie je dan klopt die snelheid, die klopt aardig en ligt die bal dus nu binnen de meter. Dus ik ben eigenlijk niet zozeer bezig met het resultaat. De bal zo dicht mogelijk bij de vlacht krijgen. Nee, ik probeer de bal eigenlijk te laten landen op die 1 derde, want daarvoor heb ik die 7. Andersom natuurlijk. Stel voor dat ik liever zou chippen met een 9, mag voor mij ook, of een sandwich. Leg maar eens 4 ballen neer waar jij denkt dat die bal moet landen dan. En een 9 doet zo'n beetje half-half. Dus dit was 3 meter. Dan gaan we er 2 meter bij doen? 1, 2, kleine 2. En dan zeg ik weer, oké, okay, in dit gebied. Zou die nu moeten landen als ik nu de 9 pak? Half half doet de 9. Gaan we kijken. Als ik nou in de vierkant laat landen. Hij landt precies in de vierkant. En kijk eens. Binnen de meter ligt hij. Dus die balvlucht-balrolverhouding is mooi. Half half bij die 9. Dus. Het maakt niet uit welke club je pakt. Als je maar weet welke balvlucht wil ik spelen. Veel vlucht, weinig rol. Weinig vlucht, veel rol. Of half half. En daar pas je dan je landingsgebied op aan. Dus ik concentreer me eigenlijk op het landingsgebied. Hoef ik dan niet meer naar de vlag te kijken? Jawel, ik wil wel hebben dat je goed opleidt, Maar ik wil hebben dat je gaat focussen op het landingsgebied. Zo doen de toerspelers het ook. En dat zou voor jou als amateur ook kunnen werken dus. Vond je het een goede tip? Geef het een duimpje. En uh, ja, ga lekker oefenen. Het is heerlijk weer weer. Uh, geniet van je vakantie. En wij zien en spreken elkaar weer volgende week.